Zoals je ziet zijn de tips al geplaatst. Vel de tips gelijk met je eigen nagel. Ik doe dit met een 120 grit vel. Vel niet te veel, want anders vel je je eigen nagels te dun en dit kan erg pijn doen. Tevens worden je eigen nagels rood en dit gaat er niet mooi uitzien. De tips zijn gelijk geveld met de eigen nagels. Nu ga ik de nagelriemen terugduwen. Dit doe ik met de nagelriempusher. Ik breng eerst van nagelriemverwijderen aan op de nagelriemen. Dan duw ik de nagelriemen terug. Daarna haal ik met de andere kant van de nagelriempusher de nagelriemverwijderen van de nagel. Tevens ga ik er op het laatste nog met een doekje overheen, zodat alles eraf is. Ik vel de nagels mat met een 180 grit vel. Dit zorgt ervoor dat de gel beter blijft zitten. Ik maak alles schoon met desinfectiespray en breng primer aan. Hier overheen breng ik een basislaagje gel aan van Sibyl Nails. Dit haal ik 120 seconden uit onder een UV-lamp. Dit heb ik helaas niet kunnen filmen omdat de batterij leeg was. Sorry hiervoor. Nu de tips er goed op zitten, ga ik beginnen met de French. Ik gebruik hiervoor een lichtroze losse glitter en een bubbelgel die ik alleen gebruik voor losse glitters mee te mengen. Ik gebruik hier een goedkopere gel voor, dit gaat namelijk prima. De vingers gaan om en om onder de UV-lamp om te voorkomen dat de French uitloopt of scheef wordt. Een rechte French is namelijk mooier dan een French die scheef is gezet.
De French zit erop. Nu maak ik de nagels schoon met een desinfectiespray. Nu gaan we beginnen met het opvullen van de nagels. Dit doe ik met een clear burl gel van Siebel Nails. Deze is wat duurder, maar werkt wel erg fijn. Let wel op dat je 1 mm van de nagelriem afblijft. Zo voorkom je lucht en lifting van de nagel. Zo, de buildergel zit erop. En wat ziet dat er soms toch vreselijk uit, alsof je Himalaya-gebergte op je nagels hebt. Niet getreurd, dit komt goed. Eerst haal ik het plaklaagje van de nagels, dit doe ik met gel cleanser. En dan kunnen we beginnen met in het model veilen van de nagels. Klinkt gek, maar dit vind ik erg leuk om te doen. Zo zie je namelijk hoe je nagels gaan worden. Dan ga ik met een bufferblok nog over de nagels. Dit haalt de diepe krassen weg en zorgt ervoor dat de glanslak nog mooier uitkomt. Nu breng ik een glanslak aan. Deze glanslak hard ik uit 3 minuten onder 1 UV-lamp. Deze glanslak is van Siebel Nails. Hij is wel wat duurder, maar hij is echt heel erg fijn. Hij blijft namelijk echt 3 weken zitten. Ik heb al een paar keer goedkopere glanslakken gebruikt, maar ik merk met deze wel echt een verschil. Omdat er op deze vinger een diamantje zit, ga ik er nog een keer met de glanslak overheen. Zo blijft het diamantje goed zitten en heeft ze er 3 weken plezier van. Zo, de nagels zijn klaar. Nu breng ik een nagelriemolie aan op de nagelriemen. Dit maakt de nagelriemen zacht en het ziet er dan nog wat mooier uit. En, ben je tevreden? Ja, ik vind het echt leuk. Ik ben tevreden.